van alles en nog wat. Deze ziekte echter is een hele nare ziekte. En afhankelijk van uitgangsconditie, afhankelijk van leeftijd, maakt het wel heel veel verschil of je, als je die ziekte krijgt en dan ook vervolgens ernstig ziek wordt, hoe dan de afloop is. Nou, u heeft zometeen collega Gommers aan de lijn die dat allemaal precies kan vertellen. Maar een beademing bij de ene ziekte is echt iets anders dan bij de andere ziekte. Een beademing bij corona met zo'n heftig beeld, wat weken gaat duren, dat is niet een kwestie van even de knoppen draaien en een beetje opblazen. Dat is een hele intensieve behandeling. Dan komen de meeste mensen ook niet zomaar goed uit als ze het overleven. Dus die combinatie van een behandeling met weinig gegarandeerde uitkomst, maar wel, als je eruit komt, ook dat je de grote kans hebt dat je als een wrak uitkomt, dat waren voor mij overwegingen, medische overwegingen, om dit niet te willen. Maar dat is een andere overweging die ik ook heel belangrijk vind. Bij alle discussie die we nu horen over gebrek aan apparatuur, gebrek aan personeel op de IC's, is het ook zo dat ik denk van, wil ik wel de plaats innemen, als er krapte is, van een jong iemand die een veel betere kans heeft op overleven, ja, en er goed uitkomen. Maar u bent 66, u bent zelf nog jong. Ik ben jong genoeg om voor de normale manier van criteria, zou ik daarvoor in aanmerking komen voor een beademing. Maar het is toch een verschil of je 40 bent of 66. Het vervelende is alleen, als ik dit soort uitspraken doe, daarom zijn er twee misverstanden mogelijk. De eerste misverstand is van, doe ik soms een beetje denigrerend over de IC-geneeskunde. Het omgekeerde is waar. Ik denk heel hoog over de inzet. En zeker ook alle inspanningen die nu gedaan worden om uit te breiden enzovoort. Dag en nacht te ploeteren werken voor patiënten. Dat is één misverstand. Dus dat heb ik echt helemaal niet. Nee. Een tweede misverstand kan zijn dat ik een soort norm zou willen bepleiten. Een norm ook voor andere mensen. Dat suggereert uw vraag ook van, u bent pas 66. Dat is echt niet zo. Ik zou ook nooit pleiten voor een soort rantsoenering. Of voor een soort overheidsingrepen. Ingrijpen van leeftijdsafhankelijk toestemming geven. Wat nu IC-artsen doen, is per patiënt, per persoon kijken, is het reëel iets om nu zo'n behandeling te beginnen. Ja.